rietjes van tarweafval. Na zijn reis naar Azië raakte Bas Latte bewust van de plasticvervuiling in de wereld. En toen hij erachter kwam dat plastic rietjes vanaf 3 juli in de Europese Unie verboden zijn, was de business case snel gevonden. Want we gebruiken in Europa per jaar zo'n 66 miljard plastic rietjes. Dat is een cirkel om de wereld per dag aan 20 centimeter rietjes van plastic. Elke dag opnieuw. Maar waar haal je dat stroafval vandaan? Niet uit Europa, want hier wordt het verplicht gebruikt als mest. Het riet dat overblijft na de tarweoogst komt uit India. En daarmee slaat Bas 2 vliegen in 1 klap. Zo besparen we niet alleen op plastic afval, maar zo besparen we ook op agrarisch restafval. Want normaal verbranden de boeren in India hun stroafval. En dat leidt tot een gigantische CO2-uitstoot. Een extra milieuwinst dus. Een noodzaak die ze ook bij Ecor en Venlo hebben zien aankomen. Van diverse afvalstromen maken ze met water en hoge druk panelen die vervolgens weer gebruikt worden voor allerhande toepassingen. Dit is bijvoorbeeld de bierborstel. Dat is de drap die overblijft van het brouwen van bier. En deze vezel, dat is dan de grondstof. Dus normaal is dat een afvalstof. Deze is de grondstof om een paneel van te maken. Wat vervolgens een toepassing vindt. Bij bijvoorbeeld iets wat je eigenlijk iedere dag ziet. En dat is bijvoorbeeld zo'n kratje. Zo'n afdrukding, wat je vroeger was er van karton bijvoorbeeld. Nu hebben ze in Venlo alleen onderzoek en ontwikkeling operationeel. Maar na de eerste fabriek in Oost-Europa gaat Ecor nu ook in Venlo produceren. De fabriek is in aanbouw en moet nog voor de zomer klaar zijn. Straks wordt hier 4 miljoen vierkante meter aan duurzame panelen gemaakt. En de klanten, die zijn er al. Zoals bijvoorbeeld Schiphol en een aantal andere internationale grote merken waarvan ik op dit moment de naam nog niet kan noemen. Maar die zijn wel binnengehaald al? Die zijn binnengehaald, absoluut. En ook Bas haalt de productie van zijn rietjes naar Limburg dit jaar. Hij verkoopt al aan hotel- en supermarktketens en er komt zeer waarschijnlijk snel een grote klant bij uit Amerika. Dan praten we over dik 15 miljoen rietjes per maand. En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Weet je waarom ze dat doen, die rietjes? Ja, omdat er veel plastic gewoon is. Wat vind je daarvan? Ja, heel goed. Echt heel goed. Dus jij drinkt alleen nog maar uit stro-rietjes? Ja.